Ja. Jezus, we gaan beginnen. Je hebt het goed opgeschreven. Goedenavond, beste kampeerders uit Nederland en Vlaanderen. En voor onze zuidenburen hebben we leuk nieuws, want we zijn nu in België. Want daar werd het belangrijkste nieuws van Detlefs gepresenteerd. Ja, en dat was bij een van de grootste dealers van België, Dikar. En omdat we hier nou toch zijn, hebben we ook meteen een filmpje gemaakt van een van de populairste campers van België. Gewoon omdat het kan en om te kijken wat nou de verschillen zijn met die populaire campers in Nederland. Nou, welkom allemaal bij Camping Trend. Fijn dat jullie allemaal weer kijken. Nou, we hebben een hartstikke leuke liveshow voor jullie in elkaar gedraaid. Met heel veel aandacht voor Detlefs natuurlijk. Maar we hebben ook nieuws uit Italië van Leica. En zojuist is het nieuws van Fendt Caravans binnengedruppeld. Maar eerst even voorstellen. Ik ben Dick William Haring. En ik ben Jos Mark van Camping Trend. En deze aflevering duiken we ook even in de accessoires. De W die breekt zijn rug in een hangmat. En dat heeft hij echt bijna gedaan. We hebben ons rot gelachen. Nou, en we proberen... Ja, ik wil jij niet zo. En we proberen een paar lekkere kampeerstoelen uit. We verloten deze editie natuurlijk ook weer een leuke prijs. En daar hebben we een filmpje van. Deze. Ideaal voor op de camping. 950 watt. En wat moet je doen om die Mastic koffiecupjesmachine te winnen, DW? Nou, dat zal ik jou eens vertellen, Jos. Ja. Dat is heel simpel. Geef onze liveshow een duimpje. Deel hem met je vrienden en in de kampeergroepen die je volgt. En word dan meteen even vriend van de show op YouTube. Nou, dat is een kwestie van even abonneren op ons videokanaal. En hieronder zie je de URL. Het kost helemaal niks. En ons doe je er een enorm plezier mee. Want hoe meer vrienden we hebben... hoe beter het is. Nou, en de winnaar van vorige week van die prijs, die verklappen we aan het eind van deze liveshow. Dat was een tafelbarbecue van Mastic. Nou, en we starten nu met het eerste setje filmpjes. En we beginnen met een heerlijke familiecamping in de Belgische Ardennen. Kijk wel mee. We zijn in de Ardennen, op een steenworp vanaf de grens van Luxemburg. Voor deze aflevering nemen we een kijkje op camping Park La Clusure. De enige camping in wijde omtrek met 4,5 ster. Die hoge waardering krijgen ze voor een uitstekende sanitair, maar ook voor de sportfaciliteiten en voor het verwarmde zwembad. En wat dacht je van Doogie's Diner? Een bistro die helemaal is ingericht als een Amerikaanse diner in 50's stijl. Hier bestel je je hotdogs, frietjes, pizza, noem maar op. En wil je luxe dineren? Dan neem je een kijkje in het campingrestaurant Le Val Joli met lokale specialiteiten op de kaart. In het bruine café van Park La Clusure kun je verschillende trappistenbieren bestellen en de Nederlandse beheerder organiseert regelmatig proeverijen. Park La Clusure is een echte familiecamping met een leuk animatieprogramma voor de kinderen. Er zijn theatervoorstellingen voor de kleintjes, een knutselclub, minidisco en talentenshows. En voor de wat oudere kinderen zijn er sporttoernooien, judo-workshops, roofvogelshows en fakkeltochten in de bossen. Maar wat Park La Clusure echt bijzonder maakt is het activiteitenprogramma voor tieners. En dan heb je nog de kampvuuravonden waar de ouders niet eens mogen komen kijken. En de griezelnachten die hier georganiseerd worden, die zijn echt legendarisch. We zijn in Rosmalen bij een van de grootste dealerbedrijven uit de provincie Noord-Brabant, Vitoma. En dat bedrijf bestaat al sinds 1976. De oprichter, Wil van Dijk, die noemde het bedrijf naar zijn drie zoons, Wim, Ton en Mark. Vitoma. En zo kwam dit bedrijf aan zijn bijzondere naam. Vitoma heeft een gezellige showroom waar je eigenlijk meteen in vakantiestemming komt. Er hangt een lekker sfeertje en je voelt gewoon dat je hier geen nummer bent. Nou, inmiddels zit de derde generatie alweer achter het stuur hier, Willem van Dijk. En dat is iemand die het kamperen met de paplepel heeft binnengekregen. Maar dat geldt eigenlijk ook voor alle andere medewerkers. Want als je zelf niet kampeert, dan heb je hier niet zoveel te zoeken. De mensen hier weten waarover ze praten. En ze adviseren je vanuit de passie voor caravans en campers. Het motto van dit bedrijf is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En dat zorgt voor een grote schare zeer tevreden klanten. En niet alleen uit Noord-Brabant, want mensen komen echt van heinde en verre naar Rosmalen. Bij Vitoma kun je terecht voor caravans van Knaus, Eriba, Detlefs en Tep. Van Knaus zijn ze hier zelfs al 43 jaar dealer. Hier zit dus nogal wat expertise over caravans. En met de campers geeft Vitoma alweer 11 jaar volgaas met de merken Hiemer,
Knaus en vanaf komend seizoen ook Wijnsberg. Het leuke is dat Vitoma nog steeds een familiebedrijf is. Je proeft die persoonlijke sfeer eigenlijk meteen al als je binnenkomt. En zodra Willem van Dijk je al die kampeerfoto's op zijn telefoon laat zien, nou, dan ben je al meteen verkocht. Maar het verkopen van caravans en campers is hier nog maar het begin, want Vitoma is ook een ster in onderhoud en reparatie. En als je wilt kun je hier je camper of je caravan helemaal laten optuigen met alle mogelijke accessoires. Maar daar krijg je dan wel eerlijk advies over. Want zeggen ze hier in Rosmalen, wij verkopen onbezorgde vakanties. En dat brengen ze ook in de praktijk. Want tevreden klanten zijn mooi, maar eigenlijk streven ze bij Vitoma naar enthousiaste klanten. En dat zie je dan weer terug in de reviews en in het rapportcijfer. Een dikke 9,1. Nou, daar kun je mee thuis komen. Nieuw bij Detlefs is de Aero 90, een caravan die ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Detlefs is ontwikkeld. Nou kennen we de Aero al uit het verleden, maar deze is helemaal nieuw van de tekentafel gekomen. En ook nog eens behoorlijk goed gelukt. Maar dat kan ook niet anders als je 90 jaar ervaring hebt in het bouwen van caravans. De Aero heeft een heel jonge uitstraling met een lichte houtkleur, maar vooral door die strakke crèmekleurige bovenkasten en ander meubelwerk. De bovenkastjes met die grote kleppen zijn ook nog eens heel toegankelijk voor je vakantiespullen. En let even op de bekleding. Lekker licht met okergeel randje en een subtiel geruit motiefje. Daar is dus echt een stylist aan te pas gekomen. En je kunt ook nog eens uit 3 soorten van die bekleding kiezen. De Aero is leverbaar in 5 verschillende indelingen en dat begint al bij een lekker klein knuffeltje, de 410, met een 2-persoons dwarsbed. Hier bekijken we de 510 ER, een wagen met een lekker comfortabele rondzit en 2 enkele bedden die je ook nog eens aan elkaar kunt koppelen. De caravan heeft een fijne badkamer met toilet en veel bergruimte en eventueel kun je er een douche in bestellen. De waterdichte douchevloer die zit er al in en voor extra lichtinval zorgt het grote Heki Midi 2 dakluik. Aan de buitenkant is de Aero voorzien van gladde beplating en hij staat op grote 17-inch lichtmetalen wielen. Hij heeft een lekkere brede toegangsdeur met raam en de disselafdekking maakt hem natuurlijk helemaal af. Alle caravans zijn 2,30 meter breed en er zijn natuurlijk ook modellen met het populaire Franse bed. En deze 510 ER met enkele bedden weegt leeg 1230 kilo. En je mag hem beladen tot 1500 kilo en eventueel zelfs tot 1800 kilo met een zwaardere as. Maar er is al een Detlefs Aero die leeg rond de 1000 kilo weegt en beladen tot 1200 kilo. Daar kun je dus ook met een kleinere trekauto mee op vakantie. Deze kost 21.490 euro. Maar er is al een Aero 90 vanaf 19.990 euro. Inclusief dat jubileumpakket en met al die opties. Nou, dat is een mooie caravan, Jos. Ja, DW, dat kun je wel zeggen. Want ik heb er zelfs eentje gekocht. Ja, joh, laat erop. Echt waar. Zodat we ook weer meer caravanfilmpjes kunnen laten zien op Camping Trend. Nou, laat me raden. Die Aero Caravan die staat straks gewoon aan het Gardameer een heel seizoen lang. Ja, of in Kroatië of zo. Nee, maar daar ga ik ook wel mee rondrijden, hoor. Oké, wat een beroerd leven, Jos. Kleine tip, misschien kun je dan meteen een hangmat tussen de bomen knopen. Ja, voor als je zo keihard aan het werk bent met je laptop hier op je schoot. Nou, hangmatten... Die laat ik maar even aan jou over. Ik heb trouwens eentje die veel makkelijker is dan die jij liet zien. Maar daar hebben we zelfs een filmpje over. Maar we beginnen met de populairste camper van België. Die hebben we speciaal hier in België opgenomen. Een McLewis. En daarna mag jij laten zien, jij, hoe handig je bent met de hangmat, DW. Jezus, wat heb ik gelachen. Echt, we hebben dubbel gelegen. Hij heeft dubbel gelegen. Voel het nou nog. Ja, dat was echt zo verschrikkelijk lachen. Nou, dit is hem dan. De best verkochte camper van België. De McLewis Karat 473. En omdat we hier nou toch in België zijn, kunnen we die mooi vergelijken met de meest verkochte camper van Nederland. Want dat is de Pepper, die bij Wijnsberg wordt gebouwd in Hongarije. En die Pepper die hebben we bij Camping Trend ook al een paar keer voorbij laten komen. En daarom laten we hier nog een paar foto's zien. De Pepper is gebouwd op een Peugeot Boxer en hij heeft een heel strak gestyled interieur. En doordat die half integraal flink is afgeladen met allerlei luxe opties, is het prijstechnisch een heel interessante camper voor de Nederlandse markt. Nou, datzelfde kunstje halen ze hier in België uit met de McLewis. Dat is prijstechnisch echt een instapmerk uit Italië, maar de best verkochte McLewis van België wordt helemaal gebouwd volgens de specificaties van een van de grootste dealers hier in België, Dicar. En dat is een bedrijf dat bij elkaar 2600 campers per jaar verkoopt, waarvan 530 van die McLewis'en. Nou, ze hanteren dezelfde formule als bij die Pepper. Bijna alles zit erop en eraan, maar de styling van deze wagen is helemaal afgestemd op, natuurlijk, de Belgische smaak.
En die is wat bourgondischer, zeg maar, dan in Nederland. Want wij houden van strak en modern. En hier zijn ze meer van de frutsels en de glimmers, wat knusser. En er zit bijvoorbeeld Skylayer op de banken. En nog een verschil met Nederland is dat wij Nederlanders vooral vallen op campers van 7 meter lengte. En de Belgen hebben liever 7,40 meter. Met als voordeel voor de Belgen dat die een gescheiden toilet en douche hebben. En dat kan niet, meestal niet op een 7 meter wagen. Ons voordeel met die compactere wagens is dat we meer laadvermogen overhouden. Want met zo'n 7,40 meter wagen zit je natuurlijk sneller dan die 3500 kilo. Maar wel leuk om eventjes binnen te kijken in twee van die verschillende prijskanalen. België, Nederland. Het lijkt wel een voetbalwedstrijd. Lekker luieren op vakantie, daar kun je natuurlijk zo'n 7-standen relaxfauteuil voor meenemen. Maar wat dacht je van zo'n heerlijke hangmat waarin je zalig kunt wegdutten? Het outdoormerk Sea-to Summit heeft een lichtgewicht hangmat die je bovendien heel compact kunt opbergen in een hoes die niet veel groter is dan een pak suiker. En die hangmat kan maar liefst 180 kilo dragen. Er is dus ook een versie voor twee personen. Die hangmat bevestig je aan twee bomen met deze suspension straps. En die koop je er los bij. En als je de boomschors niet wil beschadigen, dan heb je daar weer een tree protector voor met iets bredere banden. Voor de echte outdoor fanaten heeft Sea-to Summit een heel kampeersysteem ontwikkeld. Daar kun je zelfs je tent gewoon thuis laten. En met deze speciale tarp, dat is deze, lig je zelfs droog in de regen. En er is zelfs een muskietennet beschikbaar. Opzetten is een fluitje van een cent. Het zoeken naar twee geschikte bomen is eigenlijk nog het meeste werk. De Sea-to Summit hangmat, die heb je al vanaf €69,95. En het ophangsysteem, €20. Het blijft echt zo leuk om te zien. Ja, ja, ja. Je had erbij moeten zijn. Ineke die kwam ook niet meer bij. Nou, geen groter vermaak dan leed van zeker vermaak. Zeker niet. Maar als je eenmaal in zo'n hangmat ligt, dan ligt het ook echt fantastisch. Maar dan moet je wel een paar bomen vinden die dat gewicht kunnen. Nou, jezus, wat een lol. Wij gaan verder met het nieuws van Leica. Oh ja, we gaan even serieus doen. Die hebben twee nieuwe camperseries gepresenteerd in Toscane. En daar worden ze natuurlijk ook gebouwd. Echt de moeite waard, want ze hebben de instapserie Cosmo zo aangepakt dat je het nauwelijks meer een instapper kunt noemen. Dat is nu echt een Leica met chique houtkleuren in het interieur en crèmekleurige wandbekleding. Ze noemen het de Cosmo Emblema. Dat is dus een upgrade van de Cosmo. Verder hebben ze de Ecofib-serie totaal vernieuwd. En die serie is nu te krijgen in, hou je vast, 21 indelingen. Nou, als je daar niks tussen kunt vinden, dan weet ik het ook niet meer. Last but not least zijn er ook nog drie nieuwe indelingen bijgekomen bij de buscampers van Leica. En er valt dus echt heel veel te kiezen bij die Italianen. Nou, alsof ze al niet veel te kiezen hadden. Dus dat is inderdaad voor ze uitgebreid. Nou, het ventnieuws is ook net binnen. De Diamant-serie, dat is het topmodel, die heeft een flinke update gekregen met een hele mooie nieuwe achterkant. En wij denken dat hij ook wel in andere series terecht gaat komen, want dat is echt een heel mooi achterkantje voor een caravan. Maar er is nog meer nieuws van Fendt te melden, want bijvoorbeeld de populaire Bianco-serie, die is er nu in 11 indelingen. En die iets luxere Tendenza in 4 indelingen, waarvan 2 met een queensbed. Nou, daar hopen we snel wat meer van te laten zien, want dat zijn echt bijzondere wagens. En Fendt, dat zijn toch de meest verkochte caravans van Nederland. Ja. En over caravans gesproken, we hebben ook nog een leuke tweedehands caravan voor jullie gespot. Want kamperen hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Bij de Dieder kun je namelijk prima een tweedehandsje scoren en dan heb je ook nog 12 maanden garantie erbij. Nou, die tweedehands die laten we je zo meteen even zien. En we testen ook nog een paar relaxte campingstoelen. En het klapstuk van deze liveshow is de nieuwe Detlefs Just 90. Een actiemodel waarmee Detlefs zijn 90-jarige verjaardag viert. Maar we starten met die lekkere tweedehands die Jos net noemde. Kijk maar mee. In deze aflevering bekijken we ook weer een gebruikte caravan. En dit kun je gerust een gouden ouwe noemen. Een Chateau Calista. En daar rijden er in ons land echt hele bossen van rond. Chateau is eigenlijk een Nederlands-Belgische caravan, want die werden zowat op de grens gebouwd. En dit is een Chateau Calista 450 uit 2006. En bij de BOVAG dealer betaal je daar ongeveer €8000 voor. En wat heb je dan voor dat geld? Nou, in dit geval een dealer onderhouden caravan die je mag beladen tot 1300 kilo. Dus daar kun je prima mee op pad met de meeste personenauto's. Leeg weegt die 1100 kilo en alleen al in de caravan mag er dus 300 kilo bagage mee. En de rest kan natuurlijk gewoon in de auto. Deze Calista heeft een populaire indeling met het Franse bed. Een tweepersoonsbed in de lengterichting. Met daarnaast ook nog een ruim toilet. Waar je eventueel ook nog een douche in kunt laten zetten door de dealer. Want die douchevloer, die zit er al in.
Voorin heeft deze caravan een ruime rondzit waar je prima met 5, misschien zelfs 6 personen kunt eten. En als je het woongedeelte ombouwt tot een bed, dan kunnen er ook nog eens 2 kinderen slapen. Nou, leuk in deze caravan is overigens dat barretje tussen het bed en de keuken. En zo heb je echt je eigen slaapkamer achterin. Deze chateau is uitgevoerd met een caravan mover, dus nooit meer duwen en trekken op de camping. Alle ramen hebben vliegenhorren en hij heeft een vaste watertank. En ook nog disselafdekking. Nou, dat ziet er wel zo netjes uit. Nou, 14 jaar oud is hij, deze chateau. En hij ziet er echt nog keurig uit voor zijn leeftijd. En het leuke van kopen bij de dealer is dat je 12 maanden garantie krijgt. Op waterdichtheid bijvoorbeeld, maar ook op de koelkast, de kachel en het kookgedeelte. Nou, 8000 euro. En maken dat je wegkomt. Lekker lang uit op de camping. Dat is pas vakantie. En voor dat ultieme vakantiegevoel heb je natuurlijk een paar comfortabele stoelen nodig. Waarmee je rechtop aan tafel kunt zitten, waarmee je lekker een boekje kunt lezen of helemaal onderuit met een voetensteuntje, languit een tukje doen of lekker zonnen. Nou, zo'n campingstoel heeft dus meer standen nodig. Hij moet licht zijn qua gewicht en makkelijk opvouwbaar, zodat hij onderweg heel makkelijk meegaat in de caravan of de camper. En dat hij er niet te veel ruimte in neemt. Een stoel die aan al die eisen voldoet is de Travelife Monaco. En dat is de nieuwste serie van Travelife. En die bestaat uit comfortabele stoelen in 2 kleuren. Anthraciet en donkerblauw. En met een bijbehorende voetenbank. Alles is bekleed met 3D airmesh stof. En dat is lekker dik, zodat je comfortabel zit. Omdat je gewicht goed wordt verdeeld. Die Monaco is verder ook waterdoorlatend en snel drogend. En dat is natuurlijk handig na een regenbuitje. En door dat airmesh krijg je in die stoel geen plakkerig gevoel. De Monaco heeft verder versterkte metalen armleuningen en scharnieren. De rugleuning is verstelbaar in 5 standen en hij heeft een verstelbaar kussen. En ook nog een geïntegreerde lendensteun voor extra comfort. Hij is gemaakt met een aluminium frame en super plat op te vouwen. En draagcomfort 150 kilo. Zelfs ik kan nog wel even naar de McDonald's. En als je die Travelife Monaco nou combineert met dit bijpassende voetbankje, de Monaco Free, dan heb je het natuurlijk helemaal voor elkaar op de camping. De Travelife Monaco kost 109,95 en die voetensteun, die je dus ook als een krukje kunt gebruiken, kost 39,95. Deadless bestaat maar liefst 90 jaar en dat is natuurlijk aanleiding voor een feestje. Nou, en daarom komt het Duitse merk met de Just 90, een compacte half-integraal camper. En die is er meteen in maar liefst 6 verschillende uitvoeringen. Aan de buitenkant is die wagen helemaal GFK en goed Nederlands polyester. Dus niet alleen het dak aan de achterkant, maar ook de zijwanden. En dat maakt die wagen net even wat robuuster, net even wat meer bestand tegen een stootje. Nou, ondanks die 90-jarige verjaardag is die wagen van binnen juist heel opvallend modern en fris. Met bijzondere grijze binnenwanden met een motiefje erin. Bij de keuken bijvoorbeeld. Nou, samen met de greeploze witte bovenkastjes, met daarin een leuk subtiel houtaccentje en de grijze bekleding, dat maakt hem lekker hip. Deze uitvoering heeft enkele bedden waar je in een handomdraai een 2-persoonsbed van kunt maken. En lekker fijn aan dit model is de gescheiden douche- en toiletruimte. De douche aan de ene kant en daartegenover het toilet. En de deur van het toilet kun je helemaal openzetten, waardoor je dus een enorme badkamer hebt over de volle breedte van de camper. Nou, zo heb je ook lekker veel privacy tijdens het ochtendritueel. In de keuken is er veel bergruimte voor potten en pannen. En doordat je het fonteintje kunt afdekken, heb je ook voldoende ruimte om te kokkerellen. Wat extra fijn is aan zo'n jubileummodel is dat er echt wat te vieren is voor ons als consumenten. Want de standaard uitrusting van zo'n jubileummodel is gewoon heel erg compleet. Het multifunctionele stuur bijvoorbeeld in de cabine, dat is uitgevoerd in leer. Er zit airco in op de motor, cruise control en je hebt een heel groot uitzetbaar dakraam in de cabine en dat zorgt voor veel lichtinval. Fijn is ook die brede toegangsdeur, 70 centimeter en met centrale deurvergrendeling, dat is natuurlijk lekker makkelijk. Natuurlijk is die Just 90 uitgevoerd met nog veel meer extra's die in de standaardprijs zitten en waarvoor je anders extra geld had moeten neerleggen. Zoals een horddeur, een extra serviceluik, een grote koelkast van maar liefst 142 liter met een vriesvak. En zuinige ledverlichting rondom in die wagen. En als je met z'n viertjes op vakantie wilt, dan kun je er een tweede 2-persoonsbed in bestellen. Dat hefbed zit dan boven het woongedeelte en zakt elektrisch naar beneden. En dat is echt een perfecte slaapplek voor de kinderen. Maar als je met z'n tweetjes op vakantie gaat, dan is die Just 90 al helemaal compleet. En leverbaar
vanaf 66.000 euro, nieuw, in Nederland. En wat heb je dan voor dat geld? Een 7 meter wagen met enkele bedden en standaard met een 120 pk motor. Maar je kunt makkelijk upgraden naar 140 pk bijvoorbeeld. Of zelfs 160 of 180 pk, maar eigenlijk is dat niet echt nodig. Nou, en van die Just 90 zijn er ook modellen met een Queensbed waar je aan twee kanten kunt instappen. En je kunt dus kiezen uit de 7 meter wagen of ietsje groter, 7,40 meter. En allemaal te besturen met je gewone B-rijbewijs. Nou Jos, 90 jaar ervaring als caravan- en camperbouwer, Jos. Bizar, je moet het maar zien te worden. Bij Detlefs weten ze wel hoe je een camper of caravan moet maken. Mooi design, slimme details en met dit actiemodel komen we alweer aan het einde van deze liveshow. Jullie hebben nog een prijswinnaar van ons te goed van vorige week. Toen hebben we de Mastic Mini Chef tafelbarbecue verloot en hieronder zie je wie de prijs gewonnen heeft, Provisia. Nou, van harte gefeliciteerd. En ja, als je kans wil maken op de prijs van deze week, dat is die koffiecupjes, koffiezetter. Duimpjes omhoog mensen en deel deze show met je vrienden. En word vriend, ja, en word vriend van de Camping Trend, een live show op YouTube. Nou, en daar hebben we nog veel meer van die kampeervideo's staan. Zeker, zeker. Meer dan 450. Zo is dat. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer, zoals altijd, op dinsdagavond om 7:30. Blijf gezond en tot volgende week. Tot volgende week.